Meneer Balkenende, wat is uw oudste herinnering aan Oud-Sabbingen? Ja, mijn oudste herinneringen, dat was natuurlijk destijds het bezoek dat ik bij opa en oma bracht als kind. Regelmatig gingen we daar tijdens de vakanties heen. En dan wandel je rond. Je liep met opa naar de dijk. Je ging met oma, altijd standaard, naar Goes, naar de markt. Ik herinner me de winkels nog in Oud-Sabbingen. Bijvoorbeeld bij Lena, met huishoudelijke artikelen. Of de bakkerij die er waren, Bakker Boer en Bakker Karreman. Of de levensmiddelen bij Luikenaar. Allemaal herinneringen die eigenlijk zeg nog levend bij mij zijn. En niet alleen mijn opa en oma, ik heb ook mijn overgrootvader en overgrootmoeder nog gekend. En die woonden nog op Ravenstein toen? Dat is de boerderij, hè? Ja. Toen ik mijn overgrootvader mee heb gemaakt, dat was niet meer daar. Die zijn toen verhuisd, die gingen naar een kleiner huisje. Toen was de boerderij nog wel in de familie. Maar geloof ik nu al meer dan 25 jaar dat het niet meer tot de familie behoort. Ik geloof ook dat de boerderij inmiddels verwaarloosd is. Ja. Maar ik heb nog de goede tijden daar. En mijn grootvader woonde dan weer een huis verderop. Maar ja, ik heb de levende herinneringen nog. Ja. Met wie speelde u als kind op Oud-Sabbingen? Het spelen was natuurlijk vooral met mijn broers. Ik ging vaak met mijn broer Roland naar opa en oma. Of ook met Dens-Jan of met een neefje. Dus dat was vooral het spelen met de familie. En voor het overige, ja, had natuurlijk de nodige ooms en tantes daar wonen, de oud-ooms. Uit die tijd dateert ook nog mijn gevoel dat een Opel eigenlijk een gereformeerde auto was. En ik zal uitleggen hoe dat komt. Al die oud-ooms van mij, die reden in die Opels rond. En het waren allemaal groene Opels, van die Olympia's. En er was er één, die was ook groen, maar die had dan een lichtgroen dak. Dat was van de Vrede, een andere auto. En ja, zo had ik het beeld van Opel als gereformeerd automerk. Maar hoe kwam dat? Omdat natuurlijk de familie Louise, die toen destijds de dealer was. Ja, dat was nog familie van ons. Nou, die beelden die zijn natuurlijk altijd bij mij levend gebleven. Kijk, en wat betreft het spelen. Ik weet nog heel goed dat mijn opa, die zorgde dat die ruiters dan in de tuin stonden. Nou, dat waren dus die samenstel van een aantal balken. En normaal gesproken werd dat gebruikt om het erten te laten drogen. Maar goed, wij konden daaronder spelen. Ja, heel veel gespeeld toen. Heeft u ook nog de verbouwing van het kasteel meegemaakt als kind? Het Hoge Huis. Ja. Ja, nou ja, ik weet dat er is verbouwd. Toen ik daar kwam, dat is een hele tijd geleden, toen kende ik dat gebouw. Ik vond het prachtig. Het past ook helemaal in die omgeving. En ik weet dat het na de hand helemaal is verbouwd. Maar dat was eerlijk gezegd in een tijd daarna. Ja. Zou u de sfeer bij uw grootouders en in Oud-Sabbingen kunnen vatten? Wat mij altijd bij is gebleven, dat was gewoon de hartelijke en gemoedelijke sfeer. Want ik weet nog dat ik regelmatig dan met oma naar kennissen ging. Soms bij de buren, soms naar andere mensen, soms op de fiets achterop. En de hartelijkheid, die is me altijd bijgebleven. Ik kwam er graag. Het was altijd een feest om dan in de zomervakantie een weekje naar opa en oma te gaan. En dat kwam denk ik ook vanwege de sfeer in het dorp. Die onderlinge verbondenheid, weten wat er gebeurt, ook de gezelligheid, ja, dat is wel iets dat mij als kind is bijgebleven. Oud-Sabbingen had in de jaren de naam het Klompendorp en dat had te maken met relatieve armoede op het oude land. Kunt u zich daar iets bij voorstellen bij die naam? Natuurlijk was het zo dat mensen het minder gemakkelijk hadden, dat mensen het minder breed hadden. Ik weet ook dat een aantal mensen in kleine huisjes woonden. En dus in die zin kan me de beelden nog wel herinneren dat er ook wel verschillen waren in het dorp. Het was natuurlijk niet een dorp dat rijk was. En je zag ook de verschillen. Die beelden die hebben we nog wel, ja. Merkte je dat die verschillen ook in met wie je omging? Ja, met wie ging je om? Dat was natuurlijk voor mij vooral met de familieleden die je daar bezocht. De kennissen van je grootouders. Dus ja, je had natuurlijk wel verschillen. En ja, wat ook meespeelde, ik kwam ook in de kerk. Dus ja, de mensen uit de kerk, daar ging je ook mee om. Ja. U heeft nog steeds familie op het oude land wonen, hè? Ja, de familie Sandé. Ja. Nog steeds familieleden. En soms dan kom je elkaar nog een keer tegen. Ik geloof de laatste keer, dat was bij de begrafenis van mijn opa. Hij is ouder dan 100 geworden. Dan zie je een aantal van de familieleden. En ook mijn ouders hebben nog contacten met de neef en nicht. Toen u bij uw grootouders was, was het toen nog een boerenbedrijf of was het al op zijn nadagen? Nee, het was toen een eigen bedrijf. Maar goed, dat is weer een hele tijd geleden. Ik heb natuurlijk meegemaakt het feit dat mijn grootvader zogezegd met pensioen ging. Die werd 65, kreeg AOW. Dus ik heb nog wel meegemaakt dat hij in het bedrijf was met anderen. En dat was natuurlijk het bedrijf wat dan ernaast lag, het gebouw ernaast.
Het werd heel hard gewerkt. Ik heb nog wel meegemaakt dat ik mee op de karren ging naar het land. Ja. Die dingen gebeuren ook allemaal, ja. Nou is de Ravenstein is in zoverre bijzonder dat in de jaren 20 al is aandacht aan besteed door bladen in Zeeland. Zou u het bijzondere van het pand kunnen omschrijven? Nou, het was natuurlijk een karakteristieke boerderij. Want ik weet ook inderdaad dat in publicaties uit die tijd er foto's zijn opgenomen. Dan kom je familieleden tegen. Dus dat herinner ik me nog heel goed, die beelden. Ik denk dat het samenhangt met de bouw van de boerderij. En ik weet, maar dat is weer een hele tijd geleden, dat er ook prachtige oude Delftse tegels waren. Dat is allemaal veranderd, helaas moet ik zeggen. Maar het heeft natuurlijk wel een tijd gekend dat het heel karakteristiek was wat betreft de inrichting. Met die mooie tegels, ja, echt een toonbeeld van het oude Nederland. En dat is allemaal weg? Ja, het is toen naar de hand veranderd. Die tegels zijn weggehaald. Dat is denk ik wel een stukje verschraling van de woning geweest, ja. Het heet ook Knorristein, hè? Dat weet ik niet. Ja, nee, omdat het varkenskot wat ernaast staat, dat was op de openbare weg te horen. En vandaar dat Ravenstein Knorristein heet. Die varkens, ik kan me nog herinneren. Zo ook het verhaal dat er ook een paard was, die had een gebroken rug. En toen was natuurlijk bij mijn jongste broer de vraag, ja, wat betekent dat nu? Zo'n gebroken rug van een paard heeft er zelfs nog opgezeten. Ja. U vertelde het net zelf ook al, de bouwkundige staat van het pand is momenteel verschrikkelijk. Na elke storm dan ga je bijna kijken of het er nog staat. Doet u dat wat? Nou, dat is echt te lang geleden. Kijk, ik zeg ook, ik geloof dat meer dan 25 jaar, dat het niet meer in de familie zit, van de familie Sandé. Er zijn andere eigenaars gekomen. En ik ben ook de hele tijd niet meer in het dorp geweest. Dus ja, dat is nu iets wat zich nu aftekent. Ik vind het op zichzelf wel jammer dat boerderijen er slecht voor staan. Want je ziet dat er eigenlijk heel veel initiatieven in Zeeland zijn om juist de boerderijen weer goed te laten zijn. Er zijn heel veel renovaties geweest van boerderijen. Er zijn prachtige boeken over verschenen. Ik denk aan de Smallegangen die daar een belangrijke rol in speelt. En ik heb zelf ook van die boeken gekregen. Nou, als ik dan die gerenoveerde, die gerestaureerde boerderijen zie, dat geeft mij een beter gevoel dan wanneer er sprake is van verwaarlozing. Heeft Jan-Peter Balkenende de kattenkwaad uitgehaald op het oude land? Ik kan me niet meer herinneren. Nee, ik weet niet. Ik heb mijn beeld van toen was vooral heel veel plezier hebben. Een warme omgeving. Ik kwam er graag. Ik mocht de mensen op het dorp, je kent de sfeer. En kattenkwaad achter ongetwijfeld heeft plaatsgevonden, maar niet iets wat bij mij in mijn herinnering zit.